Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Orange Juice. Yes! Ik ga bijna naar de tweede challenge toe. Wow. Ja, maar ik moet nog 4 schilden hebben en dan kan ik doorgaan naar het Doolhof. Mm-hmm. En vanaf daar kan ik door naar Voldemort. Dun, dun, dun. Ja, je wist wel wat ik bedoelde. Ja, ik weet hoe het nu met je gaat. En Ron, dat klinkt meer als een jouw probleem. Echt, tief een keer om met je kut bij je. Helpt iemand nog mee met dit, of... Nee, never. Oh, nog een bijwand, die hadden we nog niet genoeg. Nee, die heb je nog niet genoeg gezien, Milan. Nou, als jullie allebei niet focussen op dat ding, dan ga ik ze wel halen. Hier, hoppatee. Zo, en nou meelopen, want die is nou dood. Echt, wat zijn die twee aan het doen? Aan het chilling rain. Ron besluit eens te helpen. Wat een ellende. Zo. Oh ja. Hop. Zo, schild nummer 10 is ook binnen. Goed bezig. Oh, natuurlijk. Godverdomme, tyfus bij je. Ik sta hier gewoon rustig plantjes water te geven en opeens komen er weer van die kut bijen die ik niet eens kan verslaan. Nee, maar ga nou dood. Zo, die is ook binnen. Ja, ik denk dat ik het volgende ga pakken en dan het task 2 ga doen. Doe dat maar. Ja. Zo te horen wil iemand af van bijen. Ja, van deze kut game. Nee, maar goed. Dus ik pak nog even 2 schildjes op en dan ga ik die kant op. Er is er eentje hier meteen en er is ook een beetje bij haar balletje zit er ook eentje vlakbij. Die pak nog even en dan ga ik task 2 doen.
Zo, op naar Herbology. Zo. Kan iemand alsjeblieft die bijen uitschakelen? Kan iemand even de bijenvertaler bellen? Echt hoor. Zo. Irritant is ook als je zo'n schild pakt, moet je dat allemaal weer opnieuw doen. Ja, dat is wel echt een probleem. Wacht, hoe kom je hier op? Ja. Ja. Magische poeder. Goddamn, knew it. Het is gewoon dit ding. Oh ja, tuurlijk. Magische poeder. Magische poeder. Zo, dat is dood. Nou, die nog. En dan komen gewoon weer nieuwe bijen. Nee, zo zijn die kut bij je. Oh nee, je hebt er een steen op gelegd. Ik heb er een steen op gelegd, dus ze kunnen niet komen. Oh, ze komen wel vanuit de lucht. Kom op bijen, jullie kunnen het. Hier, gewoon 3 man op 1 bij. Hier, sterf. Wow. Ah joh, die bijen die doen wat mee. Hij haalt het slecht hier naar boven. Ron, help mee. Ja, gaat het dan niet staan met je blij rotkop? Zo, ja, ja. En nou opgesloten blijven. Kill de bitta's. Ahu. Zo, ik ga naar het volgende task. Doe maar. Ik wil wel eens kijken hoe het er daaruit ziet. Want we gaan zwemmen. Hoe gaat dat toch? Ja. Met Bacardi Lemon en zo. Oh ja, 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 ja. Het schijnt dus dat een echte tijger niet te temmen is, hè? Dat vertellen ze. Dat zeggen ze. Oh, Hamlin is dood. Nou, dat heb je wel eens. Ja, joh. Nou, eens kijken of ik hier... Hoe ik... Ah, nee. Weer... Ah, nee. Milan? Ja? Raad eens. You do be swimming? Oh, inverted controls? Ja! Lekker, man. Nou, positief is, je hebt hier tenminste je staf. Ja, super positief. Ja. Jezus, wat voor effectspreuken heb jij, Harry? Oh, oké. Ineens heb ik geen controle meer over Harry. Oké, okay, als je de boost oppakt, kan Harry niet spreuken gebruiken. Goed te know. Vecht tegen de Grindylows. De hoe? De wierlingen. De Grindylows. Oh. Oh. Give me a fucking break. Ja. Hij heeft het nodig. Ah, fijn. Omdat dat de enemy ervoor zat, heb ik de boost niet kunnen oprapen. Goed zo. Nou, dat was stuk 1. Uh-oh.
Oh jee. Me do not loving this. Nee, ben je niet zo van de McDonald's, van de para-pa-pa-pa? Oh, dat wel hoor, maar niet van de enemies die mij ineens, die ineens een muur aan het bouwen zijn. Daar ben ik dan niet zo fan van. Oh. Yo, jongens, we hoeven niet te gaan komen met geluiden van gevangenen van de Azkaban. Jawel. Zeg, als we nog gaan komen met geluiden uit Hogwarts Legacy, dan gaan we echt problemen krijgen hier. Is dat zo? Nee, dat weet ik niet. Ik moet horen om het te beseffen, zeg maar. Oh. Ik weet niet wat er is, maar ik schiet hier ook op meer, maar die doen volgens mij helemaal niks. En dan gaan we weer, huppatee, bam bam beam bots. Bam bam beam bots? Ja, beam bam beam de bom bom bots. Oh, dit is een flits. Harry, doe gewoon ekkes. Kill die vuile bitta's. Ja, nee, hij moet het ding vernietigen wat de deur blokkeert. Maar iedere keer als hij erop moet gaan mikken, dan schiet hij ineens naar links en naar rechts. Hoe durft hij de auto te stelen? Ja, zeg dat. Ah, zo te zien gaat er iemand dan ook zwemmen. Ja. Ho! Oh. Oké, okay, heb ik bijna weer een checkpoint. Ja, ik heb weer een checkpoint. Top. Waar gaan we hier nou ineens allemaal op zingen weer? Milan, ik heb hier geen goed gevoel over. Ik zwem in een gezonken kasteel. Je kan het. Ik geloof in jou. Ik zwem in de Map Chamber. De Map Chamber of Secrets? Ja. Ja, zegt hij. Ben ik dan? Ik heb nog 20 HP, hoezo ben ik dood? Fijn. Ik ben doodgegaan omdat ik zeg maar verkeerd zwom. Oh, nice. Nou, zo'n heel groot stuk was ik toch nog niet voorbij, dus... Die beesten raken is best moeilijk, moet ik zeggen. Ja, dat is het zeker. Want het is allemaal een beetje meer op gevoel. Oké, ik moet hier dus deze kant op. Fijn dat de game ook zegt welke kant je op moet. Ja, die beesten raken, dat is nog wel een dingetje, ja. Nou. Oh, gaan we nu doen? Weer checkpoint? Oh, wat is dit dan? Dat zijn enge beesten. Nee, de muur is gebeurd. De deur, de muur... Oh. Beesten, de deur, de harpoenen. Yo, maat, ga gewoon open, dank je.
Ik schijn ook damage te krijgen, maar ik weet niet zo goed waardoor. Ja, dat zijn die dingen. Die beesten die schijnen blijkbaar iets op je af te vuren wat damage doet. Oeh, ja, die is heel veel laag. Oh, Milan. Hij heeft nog maar 10 AP. Kom op. Wacht, ik heb geen controle meer over Harry. Nou, ik heb ook het gevoel dat ik geen controle heb over Harry, hoor. Oh, ik ben klaar! En... zilver? Wat jij zo wil winnen... Hoezo? Hoezo? Ja, ik krijg zilver. Ga je meteen de Dolf doen, of niet? Dat weet ik niet. Ik weet niet of Voldemort er meteen achteraan zit. Dat is het ding. Ik weet niet of Voldemort er meteen achteraan zit. Ja, vast wel. Ja, want het is niet aan één level gekoppeld, dus... Weet je wat? We gaan het gewoon proberen. YOLO, je leeft maar één keer. YOLO, waterpolo. Dat bedoel ik. We gaan er gewoon voor, Milan. We hebben niks te verliezen. Precies. Oh. Echt. Nou, dan gaan we. Dat is... De mees. Dat is amazing. Dat is het zeker. Ik heb alleen geen idee welke kant ik op moet. Oké, ik ben nu al 10 HP kwijt. We gaan lekker. Yo, waarom? Maat, ga gewoon de grond in. Oké, die kant moest ik dus niet op. Ik wist dat ik snapte hoe dit werkte. Oké, dan was het deze kant op. Wie schreeuwt de Defendo? Oh, dat is Carlo. Ik hoor Carlo Kalm als de Defendo schreeuwen. Oké, dan gaat er ook iemand dood voor te horen. Wat gebeurt er? Oh. Loop ik nog wel goed? Oké, die kant kan ik niet op. Dus ja, je moet echt gokken welke kant je moet hier. Auw. Ja, oké, top. Oh, hi. Victor. Lekker, Carlo. Oh, jij. Oh, jij. Oh, jij. Rennen, Harry. Gebruik wel actie voor healing items, maar wel rennen voor je leven. Auw. Ik ga hier hartstikke dood. Laat me liggen, die is dood. Oh, nou, gezellig weer. Ja. Oh, tuurlijk, ik vind zo'n healing ding... Word ik healed, raak ik zo'n ding waardoor ik weer hetzelfde aantal AP kwijt ben als dat ik terugkreeg. Ik kan het. Mag ik een healing item, alsjeblieft? Dank je. Ik heb nu 42 HP, top. Doe ik het voor. Mag ik alsjeblieft wegrennen van mijn leven?
Nee, Waar ligt daar dan? Ik dacht, daar lag wat. Oké, help! Oh, de tijd is voorbij, maar ik ben onder water. Laten we nog even doorgaan. Oké. Hi, Cedric. Als ik uit de... Oh, nee, maar... Oh, wat is dit? Dat zijn twee schroeistaarten geschreven. I don't want to be here. 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 Oh. Yo, maat, kom hier. Kom nou, jongen, hier. Hey. Hey. Yo, schreeuw lelijk. Nou, gaan we hem nog raken of niet? Nee. Oh, nee. Yo, Bruda. Brada, kom hier. Oh. Goed zo. Zo, dat is één. Oh, auw. Zijn hier ook healing items? Nee, natuurlijk niet. Yo, kom eruit dan. Kom eruit dan, jongen. Ik doe je wat. Hoi. Yo, Carlo is dood. Niet Carlo. Oh, ik... Huh? Ik heb goud, maar ik heb geen schilden. Nee, omdat je geen schilden nodig hebt voor het laatste level waarschijnlijk. Level available Voldemort. Lekkering. Dat is zeker lekkering. Laten we het maar gewoon afmaken deze aflevering. Ja, zullen we het meteen... Ik vind het helemaal goed. Nee, ik twee vind... schilden. Nice. Ik vind... Oh, je hebt ook zilver. Ik vind helemaal Gucci. Vind jij het weer helemaal Gucci? Ik vind helemaal Gucci. Maak jij Voldemort maar helemaal kipjaar. Voldemort! Ik wil even babbelen over zaken. Over hoe jij geen neus hebt. Wow, wat een neushaat. Ja, moet iets verzinnen, Milan. Dat is waar. Kill the spare. Wow. Oh nee! Hij is geraakt! Hij is geraakt door Afinike Divi! Ja. Oh, daar is die! Kale Muchacho! Oh, deze wou ik eigenlijk helemaal niet doen. Nou ja, wil je. Ah, de Crucio! Maat, wat ik kan een Hogwarts Legacy, moet jij niet tegen mij gebruiken, hè? Want ik. Die spreuk had hij. Oh, jij was nu dood. Dan had je een aanvaardelijke kadaver in je gezicht gekregen. Waarom had hij. Dit is toch niet eerlijk? Jawel. Hartstikke eerlijk. Milan, ik vecht tegen skeletten. Ja, dat heb je soms. Throw? Waar moet ik ze tegenaan gooien? Tegen geheime tunnels. Waar moet ik ze tegen Voldemort aan gooien? Kom eens hier. Ah, jammer. Ja, als Dumbledore maar nu kon zien, hè. Wat dan? Dan, had Pac-Man dus de skeletten wel gedood. En gezorgd dat wij hier allebei veilig wegkwamen. Precies. Ik haat bijen zo tantoe erg. Kom op, Harry. Doe het met Flipendo, jongen. Geef me trouwens deze. Dankjewel.
Ik heb trouwens een ideetje, hè? Dan wil ik van jou weten wat je ervan vindt. En ik weet nog niet zeker of ik het ga doen, maar ik dacht, dan kan ik het met jou even over hebben. Ik luister. Misschien zat ik aan te denken om een leuk vlogje op te nemen aanstaande zaterdag. Oh, die, ik vind het helemaal mooi. Gezellig zelfs, leuk. Nice. Voor mij mag je. Dat is zeer gezellig, hè? Zeker waar, ja, maar ik heb er ook oprecht zin in. Ja, ik heb er ook wel veel zin in. Net over gesproken trouwens, hè? Ja. Op de dag dat ik te horen had gekregen, was ook de laatste dag. Als ik niks gehoord gekregen, had ik gezegd ik zou niet meegaan. En echt een uur voordat ik het appje wilde sturen. Train. Ja, hey, die dag mag je komen. Dat is wel nice. Dus, alleen het enige nadeel is, ik moet een dag van tevoren moet ik tussen 2 en 3 gaan bellen. Van ja, zo daar moet je zijn. Milan? Ja? Ik zit in de Beamclash. Niet de Beamclash. Ik zit in de Beamclash, maar ik zit zelf niet mee te doen in die Beamclash. Dat is een beetje raar. Gaan we het niet You do being false speling. Ja, maar ik kan zelf ook geen spreuken gebruiken. Ik kan zelf geen... Ik ga me toch niet vertellen dat ik het level gebukt heb nu, hè? Oké, wacht, kan ik het zo doen? Ja, ik duw gewoon dat ding. Hier, ik duw gewoon dat ding naar die skeletten toe, maar mij het uit. Dan hebben we daarna opnieuw een beamclash. Wel ja. Ja joh, je moet toch iets? I've been stung. Oh no. Oh, en ik ben dood. Nice. Mag ik nu wel mee doen in de beamclash? Dan heb ik er iets meer controle over. Oh, tuurlijk. Ik mag het hele level opnieuw gaan doen. Oh. Ellende. Wacht. Oh, ik wou zeggen, wat gebeurt er? Ja, gewoon blijven, gewoon Flipendo blijven spammen, Harry. Gewoon. Hier, ik zit nu echt. Voor de mensen die mijn beeld kunnen zien hier, ik zit echt aan te rammen bij leven. Zit er niet een soort gimmick in wat je moet doen ofzo? Of? Nee, ik moet wachten op de beamclash weer. Ik moet skeletten doden en dan de beamclash gaan doen. Tenminste, als de game mij de beamclash laat doen. Was dat een bug, denk je? Ja, ik denk dat een bug was, want normaal hoor je een beamclash te houden met hem. Mm. En als je die wint, heb je dan gewonnen? Ja. Nou, het is eerst het beamclash en daarna gaat hij mijn standbeelden gooien. Ah, nice. Ja, klinkt alsof het heel gewoon is, maar... Hebben we nu beamclash? Nee? Hebben we nu beamclash? Hebben we nu beamclash, Volty? Nee? Is er nog ergens een skelet? Wauw, je moest er nog één uit de grond halen, ja? Ja, waar ga jij heen? Beamclash. Ja, zie je, ik hoor beamclash te houden met hem. Ah, kijk, daar is die. Ik loop gelijk het hele kerkhof, joh, maar maakt uit. Kan allemaal. In de BCT-show. Zeker. Oh, wat. Oh, ik moet met die beam moet ik skeletten doden, maar ik kan dat ding niet aimen. Je kan het, Mike, ik geloof in jou. Deze XXL aflevering. Kijk, als deze aflevering nog 40 minuten duurt, dan doe ik hem gewoon door tweeën splitsen. Dat ja, slim, dat kan, hè? Natuurlijk ook. Kom op. Nee, Harry, je raakt je... Nee! Hij gaat mijn standbeelden gooien. Milan, hij gaat mijn standbeelden gooien. Dat is alleen maar goed. Dat betekent dat je er bijna bent. Ja, wacht. Ik weet trouwens wat ik moet doen.
Om deze fight te winnen moet ik naar Stambots lopen. Dat kan jij. Maar het ding is, het Stambots staat niet te lang op de grond, omdat... Oeh, er ging iets kapot van het standbeeld, zag ik. Ja, maar dat is niet het goede standbeeld. Nee, maar een van zijn vleugels ging kapot, toch? Oh, nee, dan is het inderdaad wel goed. Nee, dan heb je het inderdaad goed, Milan. Nee, dan heb je het inderdaad goed gezien. En wat denk jij zelf, Voldemort? Dat ik ga bewegen? Of ja. Blijf stilstaan, zodat jij raak kan aimen? Jij hebt gelijk, Milan. Zijn vleugels zijn nu afgebroken. Ja. Dus dat heeft Milan heel goed gezien. Dank je. Kom op. Kom op. Laat dat standbeeld op de grond staan. Staat hij nou op de grond? Ja. Harry, je staat zelf in de weg, jongen. Oh, hey Cedric. Leef je weer? Nu gaat het nog even opnemen tegen een draak. Harry! Harry! Oh, back, Mantis. Hij is back! Voldemort is back! Voldemort is back! Mensen, weet je wat dat betekent? Wij hebben credit! Gefeliciteerd. Dank u. Maar ja, we hebben de kutste game nu gehad. De kut? Ja, dat ligt een beetje aan hoe kut de volgende games allemaal zijn. Bedankt voor het kijken. Overgesproken, ja. 5 en 6 zijn oké. 7.1 is net iets hoger geleveld dan 4, maar ook niet veel hoger. Mm-hmm. En 7.2 is net Call of Duty, alleen dan met toverstaffen. Ja, volgens mij is 7.1 dat toch ook? Ja, klopt. Ja. Nu ik er zo over nadenk, is het inderdaad waar. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Deel 4 is klaar. Dat betekent dat we op de helft van de game zitten. Het staat maar liefst 4-0. Daar wil ik het bij houden. Adios, amigos.